Ja, ik vind hem heel leuk. Kap zei ook, wow, wil je dat wel? Ja. Ik ben terug van de action en ik ga even laten zien wat ik heb gehad. En kapsalon. En lekker filmpje kijken. Leuk! Naar mijn nieuwe weekvlog. Ik hoop dat de andere weekvlog in de smaak viel. Dat was dus mijn eerste weekvlog. Ik zal hem hierboven eventjes linken voor als je hem nog niet hebt gezien. En vandaag ga ik gewoon weer verder. Het is vandaag maandag. En ik heb nu zo weer rijles. Dus daarvoor ben ik ook wakker. Want ik ben vandaag gewoon weer vrij. Ik ga gewoon weer met school bezig. Eigenlijk een beetje zoals de vorige maandag. Ik heb gisteren, dat was zondag dus, heb ik nog gevlogd. Met mijn zus, haar vriend, mijn vriend en mijn vader. En toen hadden we Jamin snoepjes getest. Of geproefd eigenlijk. Super lekker. En dat was Halloween thema. Dus die beelden laat ik nog eventjes zien. En dan gaan we beginnen met de weekvlog. Dus doe alvast een duimpje omhoog en abonneer zekertjes. Zekertjes, wat heb ik dan? Ik zeg dat nu al zo vaak. Abonneer zeker eventjes op mijn kanaal om de weekvlogs niet te missen. Ja, en ik wil jullie veel plezier wensen met het kijken. Doei! Ik heb dus iets heel leuks van de Jamin gekregen. Oké, ik laat even snel zien wat erin zit en dan ga ik het zo proeven. Deze kaasflips, chili smaak. Het is trouwens Halloween snoep, echt zo leuk. Deze vleermuis lolly. Boogers of zo. Super grappig, echt. Ik ben heel benieuwd. Snotmeloen. Nou, deze lolly. Een soort van snicker of zo. Met een chili smaak. Heel erg benieuwd. Bouwgombal ogen. Echt zo guur. Zo leuk. En nog van die shot dingen of zo. Staat in ieder geval op. Bloedshot. Gewoon een soort suikergoedje volgens mij. Maar dit gaan we nu even snel proeven. Mag je wel proeven? Ja, lekker. Oké, mijn zus gaat die proeven. Zullen wij deze proeven? Ja. Ik kan het één iemand proeven. Wij kan één iemand proeven. Oh, heel scherp. Scherp, ja. Heel scherp. Dit is, smaakt gewoon naar mandarijn. Heel scherp. Deze smaakt gewoon naar mandarijn. Scherp, ja. Halleluja. Heel scherp. Ik hou niet van scherp, dus doe mij helemaal niet. Dit is wel lekker, ja. Dit smaakt naar mandarijn. Maar ik heb helemaal een scherp smaak. Zullen we die bloedshot zo doen? Dat is zo lekker langzaam. Ja, dat wel, maar ze zijn heel scherp. Ja, maar papa vindt dat lekker. Maar wat door één? Nee, dat is echt heel scherp. Oh, wat proeven? Oh, god. Je hebt ook zo'n wimpje. Oh, dit is zoet. Ik durf het niet hoor. Een shot. Zonder alcohol. Oh, ik durf het niet eens te proeven. Hoe moet je dat doen dan? Durf jij dat? Ja, maar er zit echt super veel in. Ja, zoiets. Ja. Eeuw, pap. Een klein nipje. Is dat lekker? Oh, super lekker. Oh. Oh. Ja, wil jij ook wat proeven? Ja. Maar stel niet scherp. Oh, dat is jelly. Wow. Ja, het is wel lekker. Ja, een beetje zuur. Het is wel zoet-zuur, maar het is heel lekker. Doe nog eens. Moet je hem even snel zetten. Wie gek. Het zijn allemaal vleermuisjes. Eerst deze. Oké, eerst deze. Dit smaakt naar snotmeloen. Okay, staat erop. Ja, ik hou van snotmeloen. Dit is je snotmeloen. Dit is mijn snotmeloen. Ja, mijn brandhoofd. Eeuw. Eeuw, dit is ranzig. Welke? Snotmeloen. Snot. Dit is snotsnoepje. Nee, apart jongen. Wel lekker. Deze? Ja. De smaak naar meloen. Ja. Nog een keer? Gele. Apart hè? Ja. Het is niet vies, maar... Het is wel lekker. Een soort wijnkummer. Ja, een beetje wijnkummer. Ja, meloenswijn. Oh, super lekker. Het is wel lekker, man. Allemaal kaken. En dan nu de Wimpy hier. Chili. Of chili with other natural flavors. Die scherpe choco. Het smaakt hoeft niet scherp. Dit is lekker. Dit is gewoon een snicker. Oh, lekker. En als laatste deze goudbomballen. Oké, ik ben heel benieuwd. Oké. Dit is dus een kauwgombal.
Super leuk voor een Halloween feestje. Oké. Wat is het? Kampen? Zeg je? Goed gekeurd. Heb je opengemaakt? Maar deze geloof ik wel dat hij lekker is. Als je een Halloweenfeestje gaat geven of zo, dan is het echt super leuk. Toch? Behalve de chili chips, maar ik hou gewoon niet van scherp. Als je van scherpe chips houdt, is dat wel lekker, maar het is wel echt super scherp. Het is net die Russian roulette. Ja, ik vind die kaartballen lekker. Ja, ik ook. Doei! Oké, ik ga even een ontbijtje maken, want ik ben net wakker. Ik heb me even klaargemaakt. Ze zeiden dus dat ik kort moet gaan. Of nou ja, korter. Dus ik weet het niet zo goed, maar misschien. Ik ga even een ontbijtje maken en daarna ga ik rijden, dus jullie zien me zo. Goed, ik ga er snel vandoor. Ik laat even snel zien wat ik aan heb. Als ik nog weet waar het van is. Deze heb ik van The New Yorker. Ketting van Bombinilino, als ik het goed uitspreek. Ik zet het allemaal weer in beeld. Broek is gewoon van de Primark is deze, toevallig. En mijn Adidas schoentjes. Dus ik ga er nu snel vandoor. Doei! Ik ben thuis van het rijden en het ging op zich wel goed. Maar ik wil jullie nog even wat laten zien. Want ik heb een pakketje binnengekregen. Van Comoi, van Charlotte, ook die YouTubers, super leuk. En, oké, het waait heel hard en mijn raam waait opeens open. Het wil zo ook gaan regenen. Maar in ieder geval, ik dacht, ik laat even zien wat erin zit, vind ik wel leuk. Ik heb deze jurk gekregen. Ik ben heel benieuwd hoe die staat, want ik vind hem op zich wel heel erg leuk. Maar de onderkant is een beetje zo mermaidachtig. Daar hou ik niet heel erg van, maar wie weet, hartstikke leuk voor in de zomer. Dan deze super toffe bril. Deze is echt zo tof. Dus heel erg bedankt, Charlotte. Ik ga hem één keer opdoen. Ik heb mijn bril nog op van het rijden. Poeh, nu zie ik echt niks. Het is wel tof voor foto's of zo. Dus ja, I like it. Nou, dat zat in dit super schattige zonnebrillen hoesje. Deze hoofdband. Hele leuke, ja, heel leuk. Patroontje wel. Kijk, dit is hem. Ik vind dit wel heel erg leuk voor in de zomer. Ik heb hem nu even snel mijn hoofd gepleurd. Nou, die. En dan natuurlijk nog allemaal sieraden. Deze. Volgens mij is het een enkelbandje en anders een armbandje. Met oogjes. Super leuk. En dan nog twee armbandjes. Magnetisch zijn, dus dat sluit super chill. En deze heeft dan een fotocameraatje. En deze heeft, als je het kan zien, een tijgertje of een panter. Ja, een panter. Super leuk en super fijn om snel om te doen. Goed, het is alweer even wat later en ik ben bezig geweest voor school en zo. En ik heb het hok schoongemaakt van mijn hamster. Jullie zien het al aan mij, ik moet zo werken. Ik wil nog wel even zeggen dat ik mijn favoriete geurtje op heb. Dit is echt de best ever. Deze, en dit is ook mijn favoriete lijn. Dus nou, ik ga er nu snel vandoor. Ik ben terug van werk en ik heb mijn pyjama al aangedaan. Lekker lang shirt. Ik ga nu mijn make-up eraf halen en ik ga slapen. Het blijkt dat ik morgen langer naar school moet dan ik dacht. Dus dat is een beetje jammer. Dus ik ga wat vroeger uit bed, zodat ik nog wel voor school bezig kan. En dan 's avonds kom ik dan thuis. Dus dan zien jullie me morgen weer. Ik ga nu dus mijn make-up eraf halen. Ik krijg trouwens heel vaak de vraag wat ik gebruik om mijn make-up eraf te halen. Ik gebruik... Oh, die zijn net op. Dus ik ga zo even naar de badkamer. Make-up doekjes van Nivea. Ook gebruik ik... Deze reinigingsmoes van Nivea. Dit is niet gesponsord ofzo. Ik vind het oprecht heel fijn. En daarna, om alle restjes er nog af te halen, deze gezichtslotion van Kruidvat voor droge huid. En dan smeer ik altijd mijn gezicht nog in met deze Nivea dagcreme. Maar ik gebruik hem ook voor het slapen. Dat is eigenlijk wat ik allemaal gebruik voor mijn huid voor het slapen gaan. En ik ga nu echt naar bed toe. Doei! Oké, dat was echt droog. Goedemorgen lieve mensen. Ik ben net wakker. Ik ga me even douchen. Het is 9:30 en het is... Welke dag is het? Het is vandaag dinsdag. En het is heerlijk regenachtig. Kun je het zien? Ik vind dat zo top. Want nu krijg ik zoveel zin in herfst. En ik ga zo lekkere trui aan doen en zo. Dus helemaal top. Ho. Morgen ga ik ook nog naar de Action met mijn moeder. Daar heb ik echt veel zin in. Want ik ga herfstdecoratie kopen voor mijn kamer. En dat soort dingen. Dus ik neem jullie sowieso mee. En ik ga me nu even douchen en omkleden en zo.
En ik wou even nog wat vertellen. Ik weet niet of ik altijd de enige ben, maar ik hou zo erg van rituals. Dit is echt zo'n lekkere lijn. En de witte vind ik ook zo lekker. Maar deze conditioner is echt de beste conditioner ever. Dit is zo'n fijne conditioner. Maar het ruikt ten eerste echt zo lekker. En mijn haar wordt er zo zacht van. Dit is allemaal niet gesponsord. Dit is gewoon lekker oprecht. En dat wou ik gewoon echt even als favorietje meedelen aan jullie. Want echt best ever. Ik ga nu gauw omkleden zo, want ik zie er echt niet uit. En douchen. En jullie zien me zo weer. Oké, ik heb heel even snel mijn laadjes heringedeeld. Dit is altijd mijn alledaagse make-up la. Dat heb ik een dingen uitgehaald wat ik niet meer gebruik en dingen in toegevoegd wat ik wil gaan gebruiken. Nou, in mijn tweede la heb ik eigenlijk alles wat ik niet elke dag gebruik. Hier heb ik bijvoorbeeld al mijn highlighters, dit vakje. Hier heb ik al mijn backups. Hier heb ik dingen wat ik niet elke dag gebruik, maar wel eens. En hier ook een beetje poeders, bronzertjes en zo wat ik niet elke dag gebruik. Dan de lade onder heb ik al mijn oogschaduws. Die heb ik weer een beetje een plekje gegeven. Dit is mijn favoriete oogschaduwbakje. Deze zwarte. Nou, voor alles wat. Deze gebruik ik niet. Dit is gewoon de lange. Die past hier perfect in. Gebruik ik ook niet altijd. Deze ook niet echt. En deze soms. Dus dit is mijn favoriet. En hier heb ik dan mijn make-up wat ik eigenlijk nooit gebruik. Nou, wimpers gebruik ik nooit. Deze foundation gebruik ik niet meer. Een testertje en prutjes en deze skere bronzen en blush palet van Action. Die is ook heel oud. Dus dat heb ik daar snel in gedaan. Nou, deze heb ik opgemaakt. Deze Ethos Fixing Spray zit echt helemaal niks meer in, dus die gaat weg. Zo, en nu ga ik mij snel, als die niet omvalt, klaarmaken. Dus. Zo, ik heb me even snel klaargemaakt. Ik wou nog iets heel handigs laten zien, want ik heb dit ding besteld. Dat heb ik besteld op AliExpress. En hij is ook echt super groot. Het was maar 10 cent of zo. En kijk, normaal krijg je van die testertjes. En die kun je niet openmaken. En dit is super handig om mee te nemen naar school. Dus een parfum die ik vandaag opdoe is deze van Olympia. Mijn favoriet. Dus dat vind ik wel super chill. Om dan nog wat mee te nemen naar school. Zo spuit je gewoon parfum in je ding. Eigenlijk best wel zonde. Zo, heel klein laagje. Meer heb ik ook niet nodig voor vandaag. Nou, en die doe ik weer goed dicht. Zo. Als het goed is. Ja, doet hij het. Dus, deze neem ik mee naar school. En dat vond ik wel even handig om met jullie te delen. Dus ik zet wel even een linkje van dat kleine ding in de beschrijving. Zodat als je dat ook wil, kun je dat gewoon bestellen voor maar 10 of 15 cent. Ik heb de grootste variant en ik vond het wel super handig. Ik ga even nog mijn outfit aan jullie laten zien en dan ga ik naar school. Ik heb school van 11:45 tot 16:30. Dus als ik geluk heb, ben ik rond 17:30 thuis. Ik laat jullie nog even naar mijn outfit zien van vandaag. Ik draag mijn witte H&M trui en dat vond ik wel leuk, want er staat in het rood Get Off My Back op. En dat vond ik wel heel erg leuk passen bij mijn broek. Deze flare broek is van The Sting. En ik heb mijn witte Adidasjes aan. Gewoon van Adidas dus. Ik moet nog steeds mijn broek verkorten. Het gaat net. Ik denk dat ik dat morgen ga doen. Want ik ga dan toch naar de Action. Dus kan ik net zo goed gelijk naar de Turk gaan die dat doet. Dus dat ga ik morgen doen. Ik ga er nu vandoor. Ik heb trouwens mijn ketting om van Bombinilina. Die had ik gisteren ook om. Ik moet er nu echt snel vandoor en jullie zien me straks als ik thuis ben. Doei! Hey lieve mensen, ik ben weer thuis. Ik ben echt net thuis van school. En ik heb een trein eerder kunnen pakken, waardoor ik nu om 5:00 thuis ben in plaats van 17:45. Dus ik ga zo gelijk eten en ik wil jullie wat laten zien. Want ik heb op AliExpress een pakketje besteld. Ik zou eigenlijk niet weten wat, dus we gaan het even openmaken. Het voelt hard en zacht tegelijk, dus ik weet niet wat ik heb besteld. Maar goed, lang geleden. Even openmaken. Oeh, ik knip er bijna door en ik weet nu al wat het is. Is zo leuk. Deze mooie oud roze hoofdband. Nou, ik vind hem heel goed uitzien. Hij is mooi suède. Ik denk dat ik dat wel heel leuk vind. Oké, nu lijk ik net een hippie. Ja, ik vind hem heel leuk. Ik heb hem nu even snel op mijn hoofd gedaan. Maar ik vind het echt, want dit is natuurlijk mijn lievelingskleur, licht oud roze.
Echt, I love it. Ik vind deze heel erg leuk. En het staat ook heel mooi bij blonde haartjes. Dus dat is fijn. En ook fijn voor make-up. Dus die heb ik besteld. Die was echt maar 1,20 euro of zo. Dus deze heb ik binnengekregen. Ik ga nu even lekker mijn make-up eraf halen. Chill kleding aandoen. En eten. En daarna ga ik douchen en Hollands Next Topmodel terugkijken. Dus dat is ook verder niet zo bijzonder. Ik ga mijn make-up er nu afhalen en lekker eten. Ik weet niet of ik de vlog voor nu ga afsluiten voor vandaag. Of dat ik straks nog een klein stukje ga vloggen. En anders heel erg bedankt voor het kijken. En tot morgen. Goedemorgen. Het is vandaag woensdag. En ik ga nu zo voor een fotoopdracht naar buiten. Voor fotografie. Dus ik moet mijn professionele camera meenemen. Ik heb ook niet veel make-up op ofzo. Want daar dacht ik echt even geen zin in. Dus dat is wat ik ga doen. Daarna ga ik naar de Action en naar de kapper. Want ik ga eraan geloven. Ook moet mijn haar nog even fixen trouwens. Ik ga een stuk van mijn haar knippen. Auto. Dus dat is wat ik ga doen vandaag. En vanavond ga ik nog sporten. Dus een lekker leuk druk dagje. Maar ik ga nu snel naar buiten voor de fotografieopdracht. Dus dat is wat ik ga doen. En jullie zien me straks weer. Want ik ga daarna gelijk door naar de Action. Dus wat ik heb gehaald ga ik jullie straks allemaal laten zien. Dus tot zo. Hoi, ik ben terug van de Action. En ik ga even laten zien wat ik heb gehaald. Ik zou nog de twijfel van, zou ik een aparte shoplog opnemen. Maar daar had ik echt even geen zin in. Vandaag ben ik niet echt helemaal in de mood. Oh, deze video wordt wel heel erg lang volgens mij. Deze weekvlog, maar maakt niet uit. Ik dacht ik laat gewoon even in de weekvlog zien wat ik heb gehaald heel snel. Want het was dus de bedoeling dat ik, of het is de bedoeling dat ik mijn kamer herfstproef wou maken. Dus dat heb ik gedaan en ik ga deze heel snel doorheen, want het is heel veel. Ik heb deze kaars gekocht. Dit is een geurkaars. Mijn favoriete kaars van Airwick. Ik heb zo'n oordopjes... hoesje. Ik heb dat altijd op mijn nachtkastje liggen. En dat vind ik zo rommelig. Dus daarvoor deze. Dan. Ja, dit. Hier moet je van houden. Maar ik vind dit zo schattig. Kijk. Dit is een vosje. En die is een soort van besneeuwd. Die glit. Of ja, die straalt ook helemaal van die glitters uit. En dit is super zacht. En dit past heel erg in mijn kamer. Dus dit vond ik heel erg leuk. Die ga ik nog een mooi plekje geven. Super leuk. Ik heb deze kom. Dat bedoel ik. Ik had deze voor mijn lippenbalsums. Maar die is gewoon echt te klein. Dus ik heb echt een slag groter. Heel iets anders. Dat vond ik heel fijn. Want dat had ik dus nodig. Dan heb ik van die lampjes gekocht. Dat wil ik namelijk. Dat leg ik zo uit. Hamstervoer en snoepjes. Waarom ook niet? Ik zag het liggen en ik dacht. Oh, chill. Dus die heb ik gehaald. Dit mandje voor mijn camera apparatuur en dingetjes. Want dat heb ik nu allemaal... onder mijn nachtkastje neergelegd. En dat vind ik zo rommelig. Dus hier ga ik alle snoeitjes doen. Alle camera's en dat soort dingen. Dan nepblaadjes. En dit is een slinger. En dan ga ik zo wel even laten zien wat ik daarmee ga doen. Hetzelfde geldt voor dit. En deze heeft ook kastanjes en dennenappels. En eikeltjes. Dus dat is ook een slinger. Ik heb deze pot nepbloemen. Ja, ik hou echt niet van nepbloemen. Maar op zich vind ik dit wel schattig. En... volgens mij was dat het, ja. En ik wil namelijk hier. Hier heb ik dus zo'n ding en ik vind het heel saai. Dus dan ga ik allemaal nepblaadjes en alles. En van die lampjes doorheen en omheen helemaal wikkelen. Deze mand is dus voor hieronder. Want zoals ik al zei, het is echt een troep. Dus daar ga ik gewoon één ding voor doen. En de oortjes gaat in dat ding. Dus dan is het allemaal een beetje netjes. Oké, ik ben echt even heel snel doorheen gegaan, want anders wordt de video echt te lang. En ik wou het gewoon even snel laten zien, want ik heb geen zin om daar een apart video voor te maken. Misschien komt dat ooit nog wel. Dit ga ik straks allemaal even veranderen aan mijn camera. Daar heb ik echt even heel veel zin in. En ja, daarna ga ik naar de kapper. Ik weet nog niet hoe kort, maar dat zie ik wel als ik terugkom. En dat zien jullie straks ook, het eindresultaat van mijn haar. Ik zou nog wel een before en after shot laten zien, maar ik ga eerst even eten. Want het is 1 uur geweest en ik heb super veel honger. Top, mijn cactus. Jee, alles viel. Nou, mijn kamer is weer helemaal herfstproef. Ik laat wel even zien wat ik allemaal heb gedaan. Ik heb nu tijdelijk even dit bloemetje hier neergezet. Ik ga nog een ander potje voor halen en ik ga hier nog een andere foto in doen. Hier heb ik zo'n vaas en daar heb ik allemaal dennenappels in met allemaal lichtjes. Daar hou ik echt van. Dus dat is echt super leuk. Hier heb ik nu super schattig. Dit is van het zand. En dan dit ding. Deze vos. En je kan dan een lampje aan. Nou, en dan zo. En hierboven heb ik het nu zo. Die kan ook aan. Nou, dan hier. Een dennenappeltje.
Hier even tijdelijk snel. Hier wil ik dus nog een mandje voor mijn handcremes. Hier ga ik nog een ander fotootje in doen. Heb ik gewoon even tijdelijk. Dan hier omheen nieuwe batterijen met lampjes. Nou, daar nu dit met een hele grote dennenappel. Kan ook nog een kaarsje in. Hier heb ik nu zo'n slinger. Vind ik wel echt super leuk staan. Bij de kamer. Lekker herfstachtig. Want dit zijn allemaal blaadjes en van die eikeltjes en zo. Dat is super leuk. En dan heb ik hier. Dit vind ik wel echt zo leuk. Ik heb hier allemaal blaadjes omheen gedaan. En lampjes. Dus dat ziet er wel echt super leuk uit. Anders vond ik het zo leeg. Want dit is eigenlijk best wel een grote muur. Dus dat heb ik daar. Nou, en dit kan naar beneden. De stofzuiger. En dit ook voor Ukkie. En ja, dat is het. Zo, ik heb nu even dit allemaal bijgevuld met mijn labello's en dingen. Ik vind dat zo fijn. Want laatst zijn mijn lippen heel erg droog. Ik laat jullie even mijn before shot zien van mijn haar. En dan ga ik nu naar de kapper toe. Dus dat is wat ik ga doen. Mooi, Emma. Ik vind het heel mooi. Thanks. Ik heb dus een heel stuk van mijn haar af. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien. Ik had het dus tot hier. Er is echt een heel groot stuk. De kapper zei, wow, wil je dat wel? Ik zei, ja. Maar in ieder geval, de kapper begon, allebei de kappers, waren twee kappers. En die begonnen al helemaal van, ja, want kijk, ik had heel erg last van dat de onderkant al helemaal de kleur verloor. Dat vind ik zo lelijk. Want ja, dan heb je dit mooi grijs blond en dan opeens weer je eigen kleur. Ik vind dat echt verschrikkelijk. Dus dat is nu ook lekker afgeknipt. Maar toch vind ik het, wil ik het weer een beetje met diepte, weet je wel. En mooi mijn haar verven. Maar ja, dat wil ik altijd. En toen begon ze helemaal, ja, het is zo mooi als je dan een toner eroverheen gaat doen. En dan je aanzet iets donkerder. Gewoon wel een beetje je eigen kleur. En dan een beetje iets donkerder aanzet. En dan een mooie toner eroverheen. Dan wordt het weer helemaal mooi grijs. En ik dacht echt, oh ja, dat wil ik, dat wil ik. En toen dacht ik, nee Floor, nu niet. Je denkt er nog even over na. Dus ik heb het niet gedaan, maar oh, ik wil dat nu echt zo graag. Want nu heb ik het ook een stuk korter en dan kun je mooi, helemaal mooi je haar doen. Weet je wel, een beetje mooi kleur en dan mooi onderhouden en mooi stylen. Dus ik werd er weer helemaal verliefd toen ze dat zei. Maar goed. Dat was dat. Ik ga nu even editen. Even wat drinken, want ik heb heel veel dorst. En dan ga ik sporten vanavond. Dus ik zie jullie morgen weer. Doei doei. Goedemorgen en leuk dat je kijkt. Het is vandaag donderdag. En ik heb me even klaargemaakt. Ik ga zo nog lipstift op doen, maar ik ga eerst eten. Ik ben echt heel erg blij met mijn korte haar. Want er is echt zo'n stuk af. Kijk. Dus dat. Oké, ik ga even mijn haar doen. Ik ga het of stylen of ik ga het vast doen met de voorste pluk gekruld. Dus dat kijk ik nog even aan. En verder, ja, ga ik zo even eten en naar school toe. Oké, ik ga nu even mijn haar doen en jullie zien me zo. Oké, ik dacht leuk, dan doe ik dit nu zo vast, maar ik vind het toch super lelijk. Dus ik ga even die krul eruit halen en even stylen en dan zie ik het wel. Ik laat jullie even snel mijn outfit zien. Ik heb de trui aan van Lily. Die mooie paarse lila trui. Broek is van Moes, want die is een beetje... En niet zwart, maar ook niet grijs. Met hier mooie scheuren. En schoenen zijn van Most Wanted. Dus dat is mijn outfit. Ik heb even een drol op mijn hoofd gecreëerd. En ik ga nu ontbijten. Ik heb toch mijn haar even zo losgedaan. En ik ga nu naar school. Ik heb een lange dag. Ik heb tot 4:30 school. Dus ik ben s'avonds pas thuis. Dus ik denk ook niet meer dat ik voor vandaag ga vloggen. Maar dat maakt niet heel veel uit. Volgens mij heb ik al genoeg beeldmateriaal. En anders zien jullie me morgen en anders vanavond. Dus ik weet het nog niet. Doei! En ja, ik heb me klaargemaakt net. Ik ben mij trouwens heel erg bewust van dat ik vooral mijzelf heb gefilmd. En mijn kamer. Dus daar ga ik de volgende vlog even op letten. Want dat is natuurlijk ook niet helemaal
de bedoeling en niet zo gezellig. Maar goed, ik had deze week ook niet heel veel boeiends of zo. Wat wou ik zeggen? Oh ja, ik ben me er ook bewust van dat mijn foundation iets te donker is vandaag. En opeens zit ik helemaal onder de puist. Vorige week had ik deze puist precies hier en nu gewoon hier. En hier ook. Dus dat is top. Niet dus. Vanmiddag komt mijn vriend eventjes en ik moet gewoon naar school. Straks heb ik eigenlijk echt geen zin in. Ik voel me een beetje... Ik ga jullie zo nog even mijn outfit laten zien. Het is trouwens nu nog echt super koud. Terwijl het echt 22, 23 graden wil worden. Maar goed. Trouwens super veel concealer, want ik heb zo slecht geslapen. Ik weet echt niet hoe het kan. Een beetje oorpijn en zo. Altijd als ik ziek word, krijg ik oorpijn. Dat is echt zo raar. En dat wil ik echt niet. Dus ik ga vandaag heel veel fruit eten. Dat zeggen ze toch altijd. En even paracetamol nemen en zo. En ja, ik ben dus echt moe. Mijn ogen branden. Ik hoef pas om 11:45 te beginnen. En ik was al voor 6 uur wakker. Goed. Klaar nu. Ik draag dit shirtje van Boohoo. Met Girl Gang. Ik heb eigenlijk een heel simpel outfitje aan. Ik had er echt even geen zin in. Witte broek is van Zara. Die is al heel oud. Echt al 4 jaar oud. Met heel veel moeite ben ik erin gepast. Of erin gekomen. En nou, ik heb nog mijn slofjes aan. Daar ga ik straks zwarte boots onder doen. En gewoon weer mijn ketting die ik de hele week al om heb. Mijn haar moet ik ook weer even wassen. Het is best wel een beetje vet. Maar daar heb ik echt even geen zin in. En verder ga ik vanmiddag gewoon een beetje chillen weer met mijn vriend. Want dat heb ik wel even nodig. Dat is mijn raam open ondertussen. Ja, het is echt nog koud. Ja, want ik heb het gevoel dat ik ziek ga worden en daar heb ik echt geen zin in. Ik ben eigenlijk nooit ziek. En als ik ziek ben, ben ik ook goed ziek. Dus nope, dat willen we niet. Ik ga vanavond ook wel weer vroeg naar bed. Want ik moet morgen om 6 uur uit bed. Want ik moet werken van 7 tot 5. 10 uur, dus dat moet ik eigenlijk elke zaterdag. Dus dan ga ik ook niet meer vloggen. En zondag komt hij alweer online. Soms heb je echt van die dagen dat je make-up zo niet lukt. Dus had ik net zo goed niks op kunnen doen. Ik ga even mijn schoentjes dus aandoen. En dan ga ik straks naar school. Dus ik zie jullie vanmiddag. Hallo allemaal. Ik ben weer thuis van school. Ik ben echt net thuis. Ik ga even wat drinken. Want ik heb heel veel dorst. En een handdoek mee naar beneden nemen. Want ik had hier mijn camera even ingewikkeld. Want ik heb geen cameratas of zo. Wow, wat belicht. Want ik moest dus mijn camera meenemen naar school. En ik dacht, straks gaat het weer kapot. Dat is namelijk echt een actie voor mij. Ja, ik ga even wat drinken. En mijn vriend komt waarschijnlijk. Of nou, ik zeg mijn vriend, maar ik noem hem gewoon Laurens. Laurens komt ze ook thuis. Of hier. En elk moment. Dus dat is leuk. Gezellig. Goed voor mij, hè? Ja, goed. Ga jij nu voor mij eten maken straks? Ik? Ja, omdat ik heb stof gezogen. Nee, prima, wel een best. Oké, staat vastgelegd. Lekker! Ik heb een dunne schotel. Vorige keer dacht ik ook dat ik dit had besteld. En toen kreeg ik 1 stuk, nou ja, ik dacht dunner. Dus ik had bij de beschrijving neergezet van ik graag reepjes wou en niet 1 stuk. En toen, dat is kabaal. En gratis Fanta erbij gekregen. En extra knoflooksaus. En... Kapsalon en lekker filmpje kijken. Leuk! Hoi allemaal, ik ben thuis van werk. Ik heb van 7 tot 5 gewerkt, 10 uur gewerkt. Het is nu 5:30, ik ga lekker eten. Bij deze sluit ik de weekvlog af. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Tips zijn welkom. Laat zeker even weten wat jullie allemaal nog willen zien. Of als je echt iets speciaals wilt zien in mijn vlog, moet je gewoon zeggen, dan doe ik dat. En ja, ik was me ervan bewust dat ik veel mezelf heb gefilmd en mijn kamer dus. Dus daar ga ik op letten voor de volgende video's, maar... Ja, soms heb je van die weken dat je niet zoveel boeiends doet. Dus ik ga deze video nu editen. En daarom sluit ik hem even af. Want morgen staat hij alweer online. Dus tot volgende week. Heel erg bedankt voor het kijken. En doe zeker even een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren als je nieuw bent. Bij mij, op mijn kanaal. Hartstikke leuk, welkom. Tot de volgende video. Doei! Oh, en ik weet dat ik er niet uitziet. Ik weet het. Ik zit onder pukkels. Ik heb bijna geen make-up op. En ja.